Breda Nu. Je weet het meteen. 18 maart was er weer een swingclubconcert van het Jan Leerboeg Orchestra. Dit concert deden ze met twee gastsolisten, een trombonist en een jazzvocalist. Wat vind je ervan om hier bij de swingclub op te treden? Ja, hartstikke leuk. Het is hartstikke gezellig. Er zijn hartstikke veel mensen, dus ik vind het wel leuk. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Het is weer in een iets andere bezetting dan de vorige keer. Want elke keer als je met andere mensen speelt, krijg je natuurlijk weer nieuwe input en nieuwe inspiratie. Dat is altijd leuk. En het publiek is heel enthousiast. En wat heeft de swingclub betekend voor jouw muzikale carrière? Een ontmoetingsplaats waar je weer kan spelen, waar je weer kan ontdekken. Aan mijn muzikale carrière? Nou, ik heb weer een goede kans om te spelen wat ik wil. Ik heb zelf het repertoire uitgezocht en ik heb een leuke band waar ik mee kan spelen. Dus, ja. Wat is er ook nog een speciale boodschap die jij mensen mee wil geven met jouw muziek? Nou, gewoon, ik probeer mensen altijd een leuke middag te bezorgen. Dus dat ze even vergeten waar ze in het dagelijks leven mee bezig zijn. Dat ze gewoon lekker naar de muziek aan het luisteren zijn en niet te denken aan de dagelijkse bekommeringen van het leven, zeg maar. Als ik het zo kan zeggen. Ja, dat is de 15e editie alweer van van de swingclub. Wat is er in die 15 jaar allemaal veranderd? Nou, veranderen is eigenlijk een groot woord. In het begin is het nog een beetje amateuristisch geweest. Toen heb ik heel snel al besloten om het professioneel te gaan maken. En we draaien dus al bijna 15 jaar, 7 keer per jaar, uitsluitend met alleen professionele solisten en begeleiding. Ik wil deze solisten een podium bieden om het publiek kennis te laten maken met jonge muzici en vocalisten. En op zo'n manier dus ook het modernere jazz te promoten. En ja, Breda heeft dus de swingclub en het jazzfestival. Wat denkt u dat jazz voor Breda betekent? De jazz voor Breda is heel belangrijk, want die is, eigenlijk is de jazz al heel veel jaren in Breda. Je had vroeger in het Ginneke enorm veel optredens, ook in cafés. Je had de Rode 20 Club, die dus ook volop met heel... Dat was een van de grootste jazzclubs van Nederland. Dus in Breda is de traditie van de jazz al heel erg lang aanwezig eigenlijk. Breda Nu. Je weet het meteen.